Esther van Berkel, jullie verliezen met 3-0 uit in Baku en nu verlies je weer met 3-0. Toch zie ik heel veel mensen met een glimlach hier rondlopen. Kun je mij eens uitleggen hoe dat kan? Nou ja, eigenlijk hebben we het heel goed gedaan. Ook al verliezen we in Baku, verliezen we 3-0. Maar iedere keer komen we toch wel tot de 20 met, nou ja, voor ons goed spel. Het is gewoon jammer, zij maken gewoon net die punten meer. Zij, ja, bij hen gaat het allemaal vanzelf en wij moeten echt op onze tenen lopen. Ja, en hier ook, het gaat gewoon net iets te snel voor ons allemaal. Maar we doen toch heel veel dingen heel goed. Dus daarom ook een glimlach. Want voor de mensen die niet veel verstand van volleybal hebben, dit is echt een hele grote topploeg, hè? Ja, dit is zeker een topploeg. Ja, ze lijken allemaal klein en niet zo goed in volleybal, maar ze kunnen echt als een malle. Ja, het gaat gewoon allemaal heel snel en je kunt het gewoon bijna niet bijhouden. Want waar komt het door dat dit zo'n goede ploeg is? Ze hebben de halve Thaise ploeg gekocht. Ja, en die spelverdeelster die is ook een van de beste van de wereld. Kun je ook wel zien, die kan uit iedere hoek kan zij nog iemand aanspelen. Ja, en dan heb je nog hele goede aanvallers erbij. Wordt het lastig. Want hoe merk je dat in het veld? Dat je gewoon net een stapje te laat bent elke keer, net te laat het je blok zet? Nou ja, dan denk je, oh, ik hou mijn aanvals erbij. En dan in één keer, boem, komt er van de andere kant komt er iemand anders. En dan, boem, ligt hij op de grond. Dus ja, dat is jammer. Sta je dan gefrustreerd in het veld of heb je ook wel eens bewondering voor die tegenstander? Nou ja, eerst is het wel shit, die bal ligt op de grond. Maar dan daarna denk je, ja, het was wel een mooie bal. Ja, tenzij we hem wel hadden moeten hebben, dan is het anders. Maar meestal is hij gewoon bijna niet te halen. Toen deed je het heel knap, zei je zelf wel, je komt eigenlijk bijna elke set tot 17 punten in ieder geval. Ja. Behalve de eerste set van vandaag. Was dat er met spanning te maken dat je in het topsportcentrum zit wat goed vol zit? Ja, ik denk dat omdat we vorige week, we hebben 3-0 verloren natuurlijk, maar hebben we wel een goed spel laten zien. En vandaag wilden we een setje pakken. Toen dachten we dat dat er wel in zou zitten. Nou ja, dan begin je op zich goed de eerste paar punten en dan daarna gaan zij draaien al meteen. En dan misschien dat er dan iets te veel... We van schrikken toch nog en daardoor ons eigen spelletje niet meer spelen. Toch in de tweede set kom je wel heel dichtbij, voor mij tot en met 19-20 zelfs. Heb je dan het gevoel van misschien gaan we die set inderdaad wel pakken? Ja, ik dacht echt nou, we kunnen wel even een stuntje in ieder geval een set pakken en dan krijg je een bal tegen van de scheids. Dat was dan wel heel jammer, want dat is dan net wat je anders gelijk staat en dan sta je 2 punten achter en dan zie je dat zij cool zijn en het gewoon afmaken. Nu door in de Challenge Cup, want het Europese avontuur is nog niet voorbij. Is dat meer jullie niveau, zou je kunnen zeggen? Ja, ik denk dat we daar heel goed kunnen gaan doen. Ik denk dat we zelfs ook hier het goed hadden kunnen doen, maar gewoon de pech hebben dat we zo'n topploeg treffen. Dus nou, ik zeg, kom maar op met de Challenge Cup. Wat zeg je dat deze ploeg eigenlijk favoriet is voor het halen van deze CFW Cup? Ja, ik weet niet welke andere teams erin zijn. Die hebben natuurlijk ook, zij moeten nu naar Omsk toe. Dat is ook echt een super goede ploeg, maar ik denk dat zij wel ver kunnen komen. Je zegt, kom maar op met die Challenge Cup. Daarin kan je een ploeg uit België treffen of een ploeg uit Roemenië. Denk je alleen voor de afstand al voor Roemenië gaat? Nee, ik wil ook wel België vol hebben met Sliedrecht supporters, dat lijkt me ook super. Dus je gaat liever voor België? Dat maakt me niet uit. Okay.